Kijk wat er weer aankomt. Oh, ja, ja. En toen was hij ook weer mooi en shiny. Moet je hem even gaan volgen. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 9 juni 2023 en het is alweer 10:45 in de ochtend. Ja, en hoe vind je dat? Waar gaan we nu naartoe? Naar het autoschadeherstelbedrijf. Kijken of we daar iets kunnen regelen. En heb je er zin in? Ik niet, maar die auto moet gerepareerd worden, anders rijdt het niet, zeg maar. Nee, erg hè? Hmm. Ja, Ja. Het is een beetje Spartaanse autorijden, zeg maar. Gelukkig doet hij het nog, motorisch gezien, maar... Motorisch, maar... Ja, ik wou net zeggen. Zie je dat? Ja, echt hè? Geen muziek, geen navigatie, geen waarschuwingen van verkeersinformatie. Geen motor... Deed jij dat dan eigenlijk altijd flitsmeister op, of niet? Nee, verkeersinformatie. Ja? Er hoeft geen flitsmeister te zijn. Nee, oké. Dat jij bij mij een flitsmeister aan hebt in Nederland. Ja. Daar kan ik niks aan doen. Niet, jammer. Nee, ik ga het stekkertje eruit trekken, maar dan heb je het nog steeds. Ja, precies dat. Dus, ik bedoel maar. Ja, nou, wij gaan er dus tussen naar de schadeherstelbedrijf en daarna even naar iemand anders. En daarna... juist, precies dat. Dus we gaan dus nu met twee auto's ervan tussen. Precies dat is wel zo handig, want anders dan moet je mij weer afzetten en dat schiet niet op. Nee. Afzetten. Ja, precies dat. Nou, en wat wens jij iedereen trouwens? Een heel fijne dag verder. Veel kijkplezier. Ja? Vind je deze vlog niet leuk? Blijf dan toch vooral kijken. Misschien wordt het straks wel leuker worden. Ja, precies dat. We zijn er weer. Zoals anders, altijd. Huh, stik idee. Helemaal geweldig, helemaal top. Zo, wil ik er erbij vullen? Zeker. Dat is mooi. Dus, ja. Robbie loopt achter mij en met een mandje. In plaats van karretje. Want zo vaar, zoveel kopen. Nou, dat zeg ik. Hoeveel zit er nou in? Niet zo heel veel, zeg maar. Nee. Nou, joepere poepie zeg. Dit is... Je hoort er nog niet eens in te zitten. 1,50 en dit is 2,50 soepblokjes. Dit is ook weer volle melk. Half volle melk bedoel ik. Dit is ook half vol en die is ook half vol. Ja, wat jij wil. Wat jij wil, schat. Wat? Ja? Oké, okay, top. Nee, dat zeg je, wat zit er hier allemaal in? Chipjes en zo. Voor 2,50. Ja, ja. Nou, nu niet, dan niet, nooit niet. Voor 2,50, kom op. Een beetje erg duur, hè? Nou, dan hebben we hier ook weer perceel. Nou, ik vind het goed. Er zit helemaal niks aan. Waar is Ro nou? Geen idee waar Ro nu is. Het zal, waar is Ro, 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 Ro? Oh, die is daar. Ja, check. Ja. Nee, maar dan zeg ik, ik ga dit ook niet kopen. Echt niet. Waar is die? Waar is die? Ah, kijk, daar is die. Helemaal goud. Hi. Hi. Wat doen we hier? Ja, geen idee. En wat we hier eigenlijk allemaal doen? Geen idee. Eerlijk stelen, toch? Huh? Eerlijk stelen. Ja, dat is waar. Dat is helemaal correct. Eerlijk stelen. En mijn vriendinnetje. Heb ik dit al gestolen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben de kassa straks afgerekend, dus ontsteel ik het weer. Nee, en nee dan. En dan heb je het eerlijk en gestolen. Want je hebt er gewoon netjes en voor betaald. Dus dat is gewoon eerlijkstelen.nl. Hé, vriendinnetje! Hoort me niet eens, volgens mij. Je hoort me niet eens. Hè? Huh? Heb je nog een cijfer in de aanbieding? Ja, dan moet je kijken bij haar. Ja, dan moet je kijken. Hé, hey, de broodmachine is weer terug. Je was Kaduka. Ja, mijn vriendinnetje is lekker.
Ja, precies dat. Alleen ze mag er eigenlijk niet op omdat ze dan met kleding aan zitten. Maar ook daar is ze scheid aan, zeg maar. Moet ze het blauwtje erop gaan dan? Nee, ook niet. Nee, maar met deze leuke gele winkel kleding mag ze er eigenlijk niet op. Maar daar is ze gewoon scheid aan. Net zoals de meerdere mensen die er niet een scheid aan hebben hier. 2 voor 2,50, schat. Mag allemaal van mij, schat. Wij steunen de Europa Run. Jij ook? Nou, nee. Niet? Nee, sorry, maar... Uit bij Rotterdam, waar... Nou... Waar en waar begin je dan? Van Parijs naar Rotterdam. Ja, ja. Wauw. Nou, ik begin er niet aan. Maar wat bent u aan het doen, meneer? Ik ben deze fles aan het inlezen. Heel leuk. Mag ik erbij? Dank je wel. Dan kan ik er toch niet bij, hè? Dank je. Zo, dat zijn weer blikjes ingeleverd. Geen staatsgeld, nee, geen staatsgeld, jammer hè. Ja, dat weet ik. Dat het jammer is. Ook geen staatsgeld. Ja. Ja. Is hij zwaar? Ja, volgens een karretje dat we pakken. Oh, is het daarom? Nee, ik kan niet, nee. Ik begin er niet aan. Niet zo handig, niet zo fijn. Nee, maar ja, maakt niet uit. Wat gaan we nog meer doen? Ja, bijna wel, schat. Vroeger kon je dat maken, maar ik denk dat je dat nou niet meer haalbaar is, schat. Hey. Jammer. Ja, dat weet ik dat het jammer is, maar... Het zijn andere zeker. Ja. Ja. Het gewoon niet gratis geven meer, nee. Kijk, deze mooie beauty kom ik dus nou weer tegen vandaag, ja. Zeker, want je ziet een mooi bruut ding ook, hè. Echt wel. Kijk, nou ja, ik sta dus ook weer hier dus. Helemaal gezellig. Maar het is nou vol, dus ik moet even wachten. Nou, ik heb inderdaad letterlijk schijt aan mijn auto. Ja, kijk. Dan moet ik wel scherp kunnen stellen. Nou ja, hij wil niet wat ik wil, maar ik heb dus wel letterlijk schuit in mijn auto. Ja. Jongens, kom dan. Yo, jullie kunnen! Gezellig. Kijk wat er weer aankomt. Oh. En deze heb ik al eerder in de vlog gehad. Ja, ja. Ja, lekker. Kom maar. I'm back. En toen was hij ook weer mooi en shiny. Ja. Ja, ja. Hij is mooi ook, hè. Hij is mooi. En er komt toch een geluid uit, jongens. Oh. Echt gaaf. En als je hem nog niet volgt, moet je hem even gaan volgen. Ja. Je moet echt eventjes gaan volgen, jongens. Nee. Deze guy. Echt eventjes gaan volgen. Echt waar. En toen was hij alweer schoon. Ja. Moet je eens kijken. Ja, en deze moet even weer in de kofferbak. Kijk, doen we het zo. Doen we die daar. Helemaal goud. Toen was hij weer schoon en wel. Ja. Kijk, want hier zat hij. Ik kom er nou niks meer van terug te zien.
Dit, en dit is en blijft ook nog mijn trots, hè, hoe dit gedaan is. Ja, het is daar niet helemaal schoon, precies daar, zoals je kan zien. Niet daar, maar... Zwaar. Het ziet er wel een stuk beter uit dan wat het was. Mijn vriendje staat er ook nog, ja. Dus ja, maar ik ga eerder weg dan hij. Zo, daar staan we alweer. Leuk. Net de auto gepast, wat jullie weten. En dan ga ik even tanken. Ja, want morgen heb ik een toerit, dus ik moet wel. Pompje nummer 5, zoals altijd. Lekker makkelijk en lekker slim. Met mijn broek even hoog, hij is ook wel erg handig. Hij zakt af alweer. Ja, ga weg, maak niet. Hartstikke fijn. Ja. Ik wil te snel, ik wil te veel. Tegelijk, helemaal goud. En 50 euro is zat. Meer heb ik nou niet in mijn portemonnee, ja. Kan wel, maar doe het niet. 50 euro's moet erin. Gewoon 50. 50 euro's, ja. 50 euro's. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Damn. Zo, net eventjes op bezoek geweest bij iemand. Ja. Helemaal top. En dan ga ik weer namelijk lekker mijn auto in. Ja. Helemaal top. Geweldig. Jee, echt wel. En hij is weer mooi schoon, zoals je kan zien. Zo blij mee. Schoonmaken. Ik ben weer thuis, zoals jullie kunnen zien. Ja. Ik heb mama ook al lekker aan de telefoon. Al een bijna anderhalf uur. Ja, dus kan jullie nagaan hoe lang ik dus al thuis ben. Ja. Nou, ik heb hier een lekkere fles water met ijs voor mijn neus. Ik heb hier lekker aardappeltjes voor mijn neus met frietkessaus. Ik noem dat gewoon frietsaus, maar ik noem het dus gewoon mayo. Helemaal goud. En ik ga dus lekker even smikkelen. En ik ben tevens ook gelijk even een vlog aan het editen. Ja, en hier is jullie Ro. Want Ro die komt ook heel weinig in beeld. Ja, ik weet het. Maar oké, ik ga dus lekker eten. En ik heb mama lekker aan de telefoon. Dus dat houden we ook zo lekker. Een beetje rookontwikkeling. Een beetje maar. Heel klein beetje. Kijk, wat een rook hier allemaal. Wat een rook. Ja, echt hè. Mijn genade. Ai, 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 caramba. Te weinig ook. Hè? Niet te weinig ook. Nee, echt hè? Flitspaal 50. Zo, kom op. Ja, Ter Aar en Wouw. Ja, oké. Okay. Nee, nou, die ziet je. Ter Aar. Je zou bijna zeggen, en Ter Apel, maar... Bijna wel. Zie je gewoon nog aan toe. Meterslange. Kilometerslange. Zo dan! Ja!
Jezus, kriën, mamma mia. Staat ook behoorlijk in de fik, hè? Jezus, mina. Moest kijken naar mijn kant, op. Pet, hè. Even een stukje langzamer voor je. Kilometers langer ook. Wat een gruwel. Ja, als een houthandel in de fik staat, dat is een hoop hout hoor. Ja, echt heel veel. Jongen. Dat is echt erg. Maar er is wel nou niks aangegeven, eentje rechtdoor, maar dat is voor de buslijn. Uh-huh. En ook nog met dat warme weer. Gaan het broeien. Oh. Ga mama bellen, mam. Hou eventjes uw internet en alles in de gaten. U komt ook gelijk in de vlog, maar. Ter aan om 3. Mam, hou er even. Ligt u al op bed of niet? Nee, maar ik heb wel verdriet. Oh. Door mijn eigen stomme schuld. Wat dan? Met een map per ongeluk weggedonderd. Ctrl-Z. Hij legt... Nee, het is op mijn computer en de mand is ook al leeg. Als u niks doet, dan kunt u het misschien nog terughalen. Oh. Met een terughaalprogramma. Maar hou eventjes het internet in de gaten, want er is namelijk ter Aar... En ik heb de vlogcamera aan trouwens, dus weet u dat ook gelijk. Er is in ter Aar een houthandel in de fik. Een mega fik. Grote brand. En want de rookwolken die is namelijk in Haarlem te zien. In Haarlem. Lintje. Kom op. Krijg je dat wel mooi op met die tegenliggers? Ja, ik probeer een beetje omhoog te richten. Over de tegenliggers heen. Nee, het heeft met mijn vloggen te maken. De mappen moeten renderen, weet je wel. Ja. Ja. Die ben ik kwijt. Nou, maak u even niet zo druk als we hier zijn geweest. Rijd naar huis en misschien dat rouw even nog wel helpen. Ja. En ik zie achter ons weer sirenes aankomen, hoor. Oké. Heel in de verte, maar ik hou het wel even in de gaten. Daarom rijd ik ook niet zo hard nu. Ook juist een beetje afremmen voor ze. En dat ik namelijk dit er even uithaal, zeg maar. Oh. Let op, ik wil niet. Ja, dat weet ik. Ik zal even kijken. Je staat ook al te kijken. Ja, dat weet ik, I know. Maar ik moet wel eventjes met die hulpdienst even in de gaten houden, Ro. Ja. Want ik weet en dat er eentje achter me zit, namelijk. Ja, dan moet je nu even doorrijden. En de weg vrijmaken. Ja, netjes hè, schat? Ja, heel netjes. Je geeft aan waar ze luisteren. Ik pleur hem aan de kant hoor. Ik pleur hem inderdaad gewoon aan de kant. Volgens mij mag ik daar en daar dan niet meer langs. Nee. Apkers lossen. Hier staan ze te kijken. Nee, mag niet meer. Oh. Hier staat iedereen te kijken. Dat je kijkers. Wat doen wij hier eigenlijk? Het is naar aard. Wat moeten we vinden? We moeten een bank, iets vinden waar heel veel kunnen. Het is kansloos om hier langs te willen. Nee, dat wordt weggestuurd, denk ik. Alles is zeker nu af en gesloten of niet? Ik denk het wel. Ja. Ja, je komt er echt niet doorheen. Iedereen wordt teruggestuurd. Ja. Oké. Dan gaan een hele hoop wandelaars. Ja, maar ik knal op... Nee, ja. Ik kan nergens naartoe. Moes, kijk hier, hè. Mijn kant op. Nee, ja. Ik zie hier een enorme... Oh, maar anders kom ik er altijd wel, hoor. Ik kom er altijd wel.
Wacht maar. Ik ga niet draaien, kom met. Bizar, hoor. Ik kan een heleboel auto's aan. Dan doe ik het toch zo, Ro? Als niemand wil luisteren, komt er nog fietsers aan. Nee, mooi. Nee, fietsers. Dan knal ik namelijk met mijn reet tikkelt op. Ja. Te ver. Wat een gruwel. Nou, zoals jullie dus zien. Nou, wat Rodus ook al heeft gefilmd. Maar er komen nog steeds zometeen veel meer hulpdiensten aan. Want daar heb je dus sirene daar. En het hier. Dat helemaal. Mega. En iedereen die wil langs, dus dan ga ik maar hier staan, zeg maar. Want daar heb je mensen staan, zeg maar, daar. Dit is gewoon echt mega, mega. Want hoe vaak komt dat nou hiervoor, zeg maar, niet? Eén keer nu. Ja, daarom. In heel veel jaar. Kijk, en iedereen die wil er naartoe, dat snap ik. En je ziet hier gewoon het water, hè? Dat ze spuiten. Ja, maar de hulpdiensten die komen er ook zo op. Ja, van de wegwezen. Wacht dan! Komt er wat aan of niet, lul? Pak even. Maar deze meloot en die wou doorrijden. Dat is handig. Lafkees. Ja, er komt nog wat aan, ja. Helemaal goed. Zo, mijn hemel. Wat was dat een brand, zeg, in Ter Aar. Maar ik wil sowieso ook voor de mensen die in Ter Aar werken, juist en bij die bedrijven waar de brand heeft gewoed, heel veel sterkte wensen. Zeer zeker de grond uit mijn hart. En ja, het leven gaat ook door bij mij dan. Bij jullie zijn er heel veel schade en heel veel dingen te regelen. Ook daar heel veel succes mee, zeker. Maar ja, ik ben dus weer thuis. Ik heb al de hondjes uitgelaten. Ro heeft en mama heeft nog even geholpen met iets wat ze per ongeluk heeft gedaan. Maar ik hoop dat alles weer terug is. En ja, ik ga de vlog lekker afsluiten, jongens. En het wordt morgenavond een hele leuke avond. En daar ga ik nog niks over zeggen. Dat zien jullie morgen. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden, doe het belletje aan, doe het duimpje even omhoog en laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.